Middenvelder Wilco Braam was vanmiddag de absolute uitblinker bij de wedstrijd Flevo Boys VVOG in de hoofdklasse C van het zaterdagvoetbal. De 23-jarige Drontenaar in Harderwijkse dienst was goed voor 3 assists en 1 goal. VVOG won de wedstrijd met 5-1 en Wilco Braam kreeg vlak voor tijd een welverdiende applauswissel. Wilco Braam uit Dronten, jij hebt vorig jaar de overstap gemaakt naar VVOG. Hoe bevalt het daar? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Niet alleen nog door deze wedstrijd, maar gewoon de sfeer is hartstikke goed in de groep. Ik ben er heel positief opgevangen door alle mensen die daar zijn. Ik moet zeggen, het is wel redelijk vergelijkbaar met Dronten. Maar natuurlijk een stapje hoger, dus wat dat betreft is het allemaal hartstikke goed op dit moment. Merk je dat er een niveauverschil is? Ja, dat merk je absoluut. Ja, er zit gewoon een verschil in. Hè. Ze zeggen het altijd, van een verschil in handelen en een verschil in vrijlopen. Soms krijg je daardoor misschien wel wat extra ruimte, maar er zit absoluut wel verschil in de hoofdklasse en alles wat daaronder zit. Ja. Je hebt een basisplaats, maar ik kan me voorstellen dat deze wedstrijd van vandaag een hoogtepunt was. Ja, dit was zeker een hoogtepunt. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd voor de winterstop zaten we als groep ook in een goede flow. Pakten we eigenlijk veel punten, ook door goed voetbal. Nou ja, we trekken eigenlijk de lijn nu door. Maar goed, als je 3 assists en een goal vandaag mag maken, dan is het absoluut een hoogtepunt tot nu toe. Ja. Die grijns die blijft nog wel even op je gezicht staan. Ja, die blijft nog wel even op mijn gezicht staan. Ja. Toen ik net de kleedkamer binnenkwam, ook de jongens zijn heel blij. En de staf is heel blij. Dus het is voor iedereen gewoon, en voor de supporters natuurlijk, het is voor iedereen een hartstikke mooi moment. Absoluut. Dat betekent waarschijnlijk ook dat we in Dronten voorlopig niet op jouw terugkeer hoeven te rekenen. Weet je, ik ben nu met VVG in gesprek en op dit moment heb ik het gewoon hartstikke goed naar mijn zin in Harderwijk. We zullen zien hoe dat voor volgend seizoen loopt. Maar voor nu ben ik hartstikke blij met deze wedstrijd, dus laten we daar eens maar van gaan genieten. Je bent nog wel bij ACVD betrokken als trainer, als coördinator. Hoe gaat dat? Ja, dat gaat steeds beter. Ik moet zeggen dat onze jeugdteam spelen op een vrij hoog niveau. Dus de resultaten zijn de laatste tijd wat wisselvallig. Maar goed, ik denk wel dat we hebben met elkaar willen we een bepaald beleid uitvoeren. En ja, ik moet zeggen dat wordt steeds beter. En daar ga je volgend jaar wel gewoon mee door? Ook daar heb ik nog gesprekken mee. Ook daar. Ik kijk het altijd per seizoen. Ik moet zeggen, ik heb het ook daar hartstikke goed naar mijn zin. Dus we gaan zien wat daar voor volgend seizoen uitkomt. Oké, bedankt en gefeliciteerd met een prachtige middag. Hè? Ja, dankjewel. De avond moet nog komen.